Kijk, gezellig. Zo. De vloer is lava. Roberto! Wat gaan we vandaag doen? Vandaag hebben we mijn groepen die ik lesgeef eindshow van Dansschool Backstage. En vandaag is de grote show in de Hofnacht in Valkenswaard. En dat is voor mij toch een thuiskomer. De Hofnacht is toch een theater. Een van mijn eerste theaters waar ik in ben begonnen toen ik heel jong was. Met optreden. Daar heb ik mijn eerste rapoptreden gehad met Michael Jackson uitvoering. En ja, ik heb gewoon een hele speciaal gevoel met de Hofnacht. Dus vandaag neem ik jullie mee naar mijn eerste mooie theater en dan ga ik mijn leerlingen supporten en begeleiden en ja, ik zou zeggen, kijk lekker de beelden mee en geniet ervan. Pieter Roberto. Oké, we zijn nu onderweg naar de Hofnacht, naar het theater. Want ik net al zei, een theater waar ik eigenlijk mee thuis kom. Het is echt een thuiskom voor mij. Het is een theater waar ik als eerste Michael Jackson act deed, mijn eerste rap optreden heb gehad. En hier is het voor mij eigenlijk allemaal begonnen. Ik heb musicals hier gedaan. Ik heb zelfs in een artiestenruimte ooit met een danseres gezoend. Toen was ik jaar 15 of 16. En maar dan laat ik dadelijk wel zien, die artiestenkamer. En ja, het is gewoon voor mij echt bijzonder om hier terug te komen. Een stukje terug naar de geschiedenis. Let's go. Dit is de Hofnacht, Theater Valkenswaard. En ja, dan gaan we nou naar binnen. Dus let's do this. Ah, dat zijn de flyers. Ja? De flyers van de show. Ja. Oh, kijk mij daar mooi op staan. Sta ik er niet heel mooi op? Toe? Ja. Zo. Je kent me toch nog wel? Ja, maar de naam weet ik niet. Oh, de naam is... Oh. Ziet er goed uit, ziet er goed uit. Mooi. Nou, dan gaan we naar binnen. We zijn nu in de grote artiestenkamer. En ja, hier heb ik ook heel vaak gezeten. Vooral dit was vooral mijn kamertje. Ja, dit wil je de poison maar van maken. Lisanne! Hola! Oh, dat is Lisanne. Dit is iemand anders. Eerst was Lisanne er en dan kom jij vanuit het donker. Dus ja, hier heb ik heel vaak gezeten. Hier komen nou daar al de kleintjes, de breakdancers. Dus ik dacht, check lekker verder. Dit is altijd mijn lievelingsgedeelte geweest. Hier heb je een trap met een artiestenruimte, dus naar beneden. En daar is het podium. Daar lopen we wel eerst even naartoe. Als het open is. En dat is die. Hier heb je backstage. Achter de schermen. En daar is de zaal. Dus en dan kun je daar ook nog af. Daar heb je ook nog een trap. Zo stond ik hier dan vroeger. En nu staan mijn leerlingen gewoon hier. Dus het gaat van generatie naar generatie. Lukt het? Ah, lekker Willem. Het podium is te groot. En nu klapt ze het podium in. Het is heel voorzichtig. Zie je deze omlaag gaan. Dat is wel vet, hè. Nou, dat is wel mooi. Mooi, hè. Hier heb je trap naar beneden. Die afloopt. Kom je dus bij de artiestenruimte, hè. Heb je Willem. Willem. Toegang uitsluiting voor artiesten. Ja, Willem, we staan er daar. Mandy. Oh, Mandy. Daar, daar, daar. Mensen willen er niet op. Sherry, Sherry. Hier heb je een andere kleedkamer. En, dit was een wat gezamenlijke kleedkamer. Een van de kleedkamers waar ik met Michael Jackson act deed. Toen werd hier opgemaakt. Helemaal gesminkt. Daar had ik een groen petje op. En ik laat hierna een foto zien. Die foto heb ik nog. Dus die laat ik even zien. Een echte artiest, hè? Zoals het hoort. Zoals het hoort. Dit is de artiestenkamer waar ik toen heb gezoend. Zo, hier tegen de muur. Ja, ik had een persoonlijke. Ja, vond ik wel bij me passen. En nou zit Mandy hier. Ons Mandyke. Mandy. Ik ben aan het vloggen. Ik ben aan het vloggen. Zij is frietbestelling aan het doen. We krijgen een friet vandaag. Dat wordt lekker. Lekker met curry. Frikandel. En ik kom altijd chillen. Ik doe altijd kussen gevecht hier. Geweldig, man. Lekker, man. Ja, we gaan nou naar het podium, want ze zijn al bezig met de generale repetitie. Dus met de doorloop, dus we gaan even daar een kijkje nemen. Dus let's go! Goed, 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 jongens! Ten eerste, welkom. Welkom hier in het theater De Hofnacht, hier in Valkenswaard. Vandaag is de dag der dagen. Vandaag gaan we de show, onze show laten zien. Wat we daar gaan doen, is we gaan dadelijk de doorloop doen. Dus dat betekent dat we niet de hele show gaan doen, maar we gaan wel eventjes kort per groep kijken in de ruimte waar je precies moet staan. Kan dat nu?
Gangsters. Zijn mensen zenuwachtig? Nee! Helemaal niet? Nee! Gaan jullie doen bij de battles? Winnen! Jullie killt ze, jullie gaan ze killen, toch? Ja. Oké, uit. Hou ik jullie aan. En hier, lieve mensen. Zijn mensen hier zenuwachtig of niet? Ja! En wat gaan jullie doen met de battles? Knallen. Gaan jullie ook winnen? Ja. Of verliezen? Winnen! Jij bent echt mijn kleine Tarzan. Ik vind jou Tarzan. Ik niet. Nee? Haat je jungles? Nee joh. En je hebt een jungledier op je shirt. Ja, Loen. Vind je Tarzan niet cool? Nee. Tarzan is Mowgli? Nee. Oh. Hey, maak me trots straks. Succes allemaal. En Lisa voor elkaar. Braaf zijn, gedraag jullie. Ik ga nou de mensen zo een flyer geven en check lekker mee. Wat kijk gezellig. Zan in de building. Yeah. Oh, let's go. Yeah. Normaal ben ik de artiest, maar vandaag ben ik gewoon de flyer uitdeel. Programmaboekjes. Ik wil je allemaal film hebben. Dat ik op YouTube. YouTube. Het is allemaal zwaaien. Als jullie op YouTube willen, moet je allemaal zwaaien. Omdat je dan roept aan worden. En dan roept mij heel hard backstage. Backstage! En nu roept mij heel hard Roberto. Roberto! Ah, liefde voor jullie. Top. Yes, mijn kids zijn er. Hi! Gaan lekker dansen, hè? Ja. En nu gaan we de tweede ronde beginnen, net zoals de breakdance. Nu is de hip-hop. Dus, Hallo. Ik ben blij dat jullie blij zijn. Hebben jullie er zin in? Ja. Maar jullie gaan de beste uitvoering geven, hè? En dab, ja precies. Oké, heel goed. Zachtjes, de kids moeten zo op. Ze gaan me trots maken. Oké, Elise, zachtjes, hè. Die deur. Zachtjes doen. Ben je zenuwachtig? Ja! Gaat goed komen, hè? Yeah.
lava. Lava! Als de vloer lava is, dan mag je niet op de vloer staan. De vloer is lava, Nora. Ik ga stuk. Nee, ik ga stuk. Ja, Elise is af. Niet dus, het is helemaal spel. De vloer is lava. Niet dus. Oh, wacht, nee. Oké, allemaal in het midden. Allemaal in het midden. Daar in het midden, blijf daar. De vloer is lava. Auw. Leuke, drukke, vermoeiende dag. Iedereen is moe, maar we gaan nog met het hele team even lekker terrassen. Terrassen. Ja, we gaan even chillen. Op Valkenswaard City. Dus ja, even alle tafels schuiven. Dat mogen we lekker doen. Want Roberto doet zoals gewoonlijk helemaal niks.
En ja, dan gaan we lekker chillen. Op nu. Bang, bang. Dus ja, ciao. Hey! Proosten! Woe! Wat up, lieve mensen. Goedemorgen. Ik was gisteren zo moe dat ik geen slotfilmpje heb gemaakt. Maar ja, het is laat geworden. Maar het was wel echt een leuke dag. Ik ben echt net wakker. Ik heb snel een worstelbroodje gehaald. Maar ik ben helemaal brak. Ik ben echt helemaal brak. Dus ja, vandaag wordt gewoon even een rustdagje. Even mijn sleutels zoeken. Ik zie er ook echt vermoeid uit. Ik heb overal pijn. Maar ja, ik ga verder niet klagen. Ik hou het gewoon. Cool. Dus ja, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer op dit kanaal. Like het en vergeet niet te delen. Dank jullie wel voor het kijken en alleen maar liefde. Peace, Roberto.